Ik ben dus Thomas Bosmans, ik ben commercieel verantwoordelijke bij WDP voor de bestaande portefeuille voor België, Noord-Frankrijk en Luxemburg. De logistieke sector staat voor, volgens mij voor veel uitdagingen. Ten eerste hoe langer, hoe minder beschikbaar zijn van gronden. En natuurlijk ook de logistieke uitdagingen zelf. Dus ja, de e-commerce, het is niet meer de grote vrachtwagens die dat goederen moeten brengen, maar eerder ja, de kleine kabinetjes dat in de binnenstad moeten rondrijden voor het pakje dat je vandaag bestelt, morgen te leveren. De beste manier om die uitdagingen op te lossen, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag, waar dat volgens mij de dag van vandaag ook geen pasklaar antwoord voor is. Als iemand dat antwoord had, ja, dan was het allemaal al opgelost natuurlijk. Maar ik denk vooral leren uit de fouten van het verleden en vooruitkijken. De dag van vandaag, ja, kun je 10 kabinetjes sturen. Of bijvoorbeeld voor één pakje stuur je 1 kabinetje, iemand is niet thuis. De dag daarna komen ze terug, ja, los dat op door bijvoorbeeld bussen. Ergens op een lokale plek waar dat iedereen toegang toe heeft met een code om zelfs een pakje af te halen. Ik zeg maar, volgens mij bestaat het systeem al, maar ja, het is moeilijk. Er zijn veel uitdagingen die moeten opgelost worden. Dus de uitdagingen voor de bedrijven, ja, of meer faciliteren. Ik denk voor de bedrijven zelf gaat dat meer faciliteren, maar je zit natuurlijk ook met het menselijke aspect. Hoe meer automatisatie, hoe minder mensen aan het werk. Dus dat is natuurlijk een heel complex gegeven. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Dat is moeilijk, daar kan ik geen antwoord op geven. Oh, dat is niet moeilijk, hè? Een geweldige gezondheid voor iedereen en al de rest zullen we zelf moeten doen. Succes!